Ja, zojuist kreeg hij de provinciale erepenning uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis in Den Bosch. Ontwerper en kunstenaar Maarten Baas. Nou, met de penning wordt hij ereburger van Brabant. Nou, velen zullen hem herkennen van deze bijzondere klok op het provinciehuis in Den Bosch. Maar wie is Baas? Nou, hij studeerde aan de Eindhovense Design Academy en maakte als afstudeerproject inmiddels beroemde Smoke Chair. En niet alleen die stoelen maakten hem in één klap bekend, ook zijn stoelen van klei werden een enorm succes. Bijna simpele, kinderlijke uitvoeringen van stoelen. Op het Marconiplein in Eindhoven moet komend jaar ook een bijzonder bouwproject van zijn hand verrijzen. 230 appartementen, ook weer in die stijl van die kindertekeningen. Maar de klokken van Baas die trekken toch de meeste aandacht. Zoals zijn veegklok, of deze. De klok op Schiphol, waarbij een schilder steeds opnieuw de tijd intekent en weer uitvlakt.